Het is weer zover. Achter mij zien jullie namelijk ijs. Vorige week hebben we een ijsvideo online gegooid. En we zijn nu op een andere locatie. Het is op dit moment hier ook min 13. En weet je wat we gaan doen? Rookbommen afsteken op het ijs. Ja, we gaan rookbommen proberen onder het ijs te duwen. Even kijken of ze dan nog steeds afgaan. Dus, probeer eens op te staan. Hier wel, denk ik. Nee, niet. Maar sterker nog, hier is niet eens water onder. Kijk hoe hard het ijs is, hè. Ja. Niet te doen. Precies. Pak maar even een mooi gat aan het begin. Fuck. Zo hard is het ijs. Kut. Wacht. Hoor dat geluid ook. Pakken. Kijk hoe dik het is, kijk. Ja, hier kun je op staan, man. Kijk hoe dik. Het is echt 15 centimeter dik. Maar bijvoorbeeld die steen. Kijk, want onder jou kan het ijs was. Oh ja, daar is inderdaad een beetje brak, maar ik leun er ook niet. Kijk dit. Hier gaat echt daar zo'n bosje, man. Mooi dat je daar bij ijszakjes moet gooien. Oh. Oh. Kijk dan. Het blijft gewoon zitten in het ijs. Maar ik ben nog niet klaar. Ja, hij gaat wel lukken, man. Oeh, juist. Lekker, jongen. We hebben hem. Dan moet die steen weg. Dat is de eerste. Zorg even eerst dat hij aanstaat, ja? Dat hij echt brandt voordat hij afgaat. Klopt. Het is wel sick als je die kleur eronder ziet. Fucking hell. Kut. Wat is dat gek? Kijk daaronder. Nee joh. Oh joh, gek. Fuck. Zo, kijk dat. Gewoon net inkt. Hij doet het ook gewoon. Er was iemand die een tip gaf om rookbommen onder het ijs te doen. Ik zweer SO naar diegene, man. Het zal nu wel in beeld komen wie dat was. We gaan gelijk door met de gele. En dan probeer ik hem er gewoon nog verder onder te leggen, ja? Een beetje meer links. Ja, man. Je moet hem echt onder... Ja, maar het is heel dik ijs. Ik verwacht het niet. Het is gelijk ijs kapot. Let op. Kijk dan. Kijk. Kijk die bellen die komen. Lachen. Ja man. Oh yo, gek. Zie dat dan? Check dit. Deze krak weg niet. Lachen man. Zo. Ken je niet hier ergens ertussen misschien? Langs de rand, zit daar een opening of zo? Zoals jullie kunnen zien, daar zie je gewoon allemaal stippen van de gekleurde rook nog onder die. Onder het ijs gewoon. Echt sick, jongen. Kijk dit. Amai. Niet normaal. Ja, man. Lijkt net verf, hè? Deze is ook. Nou, deze is. Yes, yes. Ja? Schuif hem hier naar mij toe. Ja, man. Hij zit. Kijk hoe die zit. Sick, man. Je moet er van bovenaf filmen. Kijk, hij zit echt ondersteboven. Check. Zo stinkt, jongen. Oh, man. Zo, maar wel ziek, man, dat het gewoon doet. Zo, doe. Dat verf wat dan onder dat ijs. Verf dan. Daar kunnen we een FP3'tje doen. Ja, man, gooi er even een FP3'tje op. Gewoon erop, hè? Nee, wacht even, ik ben hier, hè? Oh ja, dan zit je onder de verf. Erg milieuvriendelijk. FP3'tje heeft hij daar zo. En daarvoor neem ik natuurlijk wel even afstand. In het gaatje, hè? Oh, kut! Nee! Fuck. Zonde, man. Jongen. Wat deed je, jongen? Poging 2. Juist. Veel wind wel, man. Zo! Jezus.
sneeuwt even, man. Kijk dat gat dan. Van een FP3, man. Ja, ik kan daar niet meer staan nu, hoor. Kijk dat ijs daar uitkomen, jongen. Zo. Klinkt steeds harder, die dingen. Echt, hè? Kijk hoe groot gat er is gekomen van een FP3. Moet je kijken, daar durf ik nu niet meer te staan, hoor. Ik zeg eerlijk. Heel die bars loopt door, man. Kijk hoe dik ijs ook, hè. Even een steentje opgooien. Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar weet je wat, we hebben nog wat knal. Gooi maar gewoon over het ijs, man. Die kant, die kant. Knalt lekker, hè? Die ding hard, jongen. Ja, man. Zo. Alle rook hierheen. Geluid, jongen. Zo. Hier, daar is er eentje bij de rand tussen het ja, ijs. Man, ja, man. Ja, man. Kijk, nog een beetje goed te gooien. Ja, zo, juist. Precies erin. Die gaat vliegen, jongen. Dat ijs. Een paar uurtjes later, mensen. Even kijken of het gat dicht is geworden. Of het dicht is bevroren. Hey, hey. Zo, die is tal te zwaar, hè. Gooi hem eens op de AC. Oh, zonde, man. Nu kunnen we ook niet meer staan. Even kijken of het gat inmiddels al is dichtgegroeid. Beetje. Kan wel. Een biertje. Je kan wel doen als je het hieronder doet. Even een nieuw gat maken. Dat werkt niet. Kan ik erop staan, denk je? Yep. Anders merken ze zelf wel. Even kijken. Ga zitten. Kun je niet gewoon slaan? Nee, dat gaat niet werken, man. Bij mij is, ik ken het wel. We hebben nieuwe rookbommen van Triplex. Gaan we even kijken. Eerst het effectje en daarna gooien we hem weer. Niet, dus, niet ver. Heel. Nou, hij rolt vanzelf heel ver. Nou. Is hij beter dan Jorgen? Meer roze dit. Ik zie wel. Oh joh. Is roze. Sick, man. Zo. Maar dat is ook nog wel rood. Ja, maar het is één vieze drap, jongens. We gaan ook een FP3'tje ingooien. Ja, daar gaan we weer. Oh ja. Lachen, man. Ja, man. Nog eentje. Zo. Ziek, man. Lekker, hoor. Even eerlijk. Zo, dat is wel lijp. Kijk dan. En langzaam is hij dood. Nou, hij doet nog een heel klein beetje. Ja, man. Helemaal, dat ijs is helemaal vies nu, man. Hebben we er nog een paar? We hebben er nog eentje, volgens mij. Oké, die gaat er ook even om, hè? Ja, toch. Was de laatste, mensen. Nu is het pretpakketje weer op. En nu gooi ik hem wel echt helemaal onder. En nou is ook met je handen, want hij drijft. Ja, maar ik kom niet ver, hè? Nee, weet ik, maar ik kan hem eventueel nog verder duwen met de stok. Ja, klopt. Ja? Yo. Want hij is zo lang, hè? Duurt wel even dat hij aangaat, ja. Kut, jammer. Douw. Zo, nee hoor. Echt raar, man, dat nog rookt, hè? Ja, dat wist ik. Jammer, joh. Boom. Die gips, jongen. Echt, hè? Alles voor uitkijken. Ja, laat hem hier recht naar beneden vallen. Hoi. Donder. Oh, donder! Oké, die gaat vliegen. Uit. Wat? Hij gaat wel gelijk automatisch. Ja, die is aan. Die gaat wel.
Ja. Holy shit, gek. Niet normaal gek. En nu kan hij niet meer, kut. Nou, die gaat dus nog shit gooien, jongen. Oh. Oké, okay, nu weet ik wel ongeveer waar het gat is. Je gooit daar zo in. Daar is wat dat nee, gat. Nee, daar is mooi, man. Daar is mooi. Yes? Yo. Oh. Jammer, joh. Nou, dat was het. Maar moet je kijken dan, joh. Grote stukken steen. Ja, mensen, dit was het al voor deze video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En zoals wij hebben gezegd vorige week... Ja, het zou zeker koud worden. Ja, inderdaad. Het is echt super koud geworden. Niet en normaal. Overal kan je zo wel staan op het ijs. Mijn vingers die vallen er gewoon zo wat vanaf. Ja, man, het is gewoon paars gewoon. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Later.